Eerder dit seizoen werd het 3-2 voor Almere. Nu mag RKC het in eigen huis gaan doen, maar Almere valt aan in de vierde minuut van de wedstrijd. Is daar de eerste echte aanval met het schot van Valpoort voor Almere. Nummers 19 en 14 van de Jupiler League. En Almere City is in het goede doen kennelijk, want het is op de helft van de tegenstander te vinden. En daar gaat het in verdedigend opzicht mis bij RKC en is daar de openingsgoal. Het is Hoefdraad met de treffer. En dat is een uitstekend begin voor Almere, want al na 5 minuten is het raak een prima schot. En zo gaat de doelman Vaassen in de fout. Althans, kan hij er niet meer bij en staat het 1-0 voor Almere. Vrije schop aan de andere kant van het veld. En een valse start voor de thuisploeg, mag je wel zeggen. Vaassen en Kramer. Kramer die vorig jaar in de fout ging. Nu wordt de bal op de paal geschoten. Giel Kramer. En het is Seys met het schot op de paal. Heerlijk schot. En een grote kans voor RKC om iets terug te doen. En dan zijn er nog maar 6 minuten gespeeld. Dylan Seys, de Belg. Opnieuw is het RKC met Rienstra. Viel in tegen de Graafschap. Heeft nu een basisplaats. Daar is weer die kleine, snelle Belg. Maar weer is het uitstekend wat Kramer doet. Dit keer komt de paal er niet aan te pas. 19e minuut van het duel. RKC beseft dat het wat terug moet doen. En dat lijkt ook te gaan gebeuren met Kokciu. En een goed schot. Maar Kramer is weer bij de les. Ozan Kokciu. De aanvaller samen met Voskamp en Seys volgt hij de voorhoede van RKC. Almere. Almere met een hele aardige paas. En de doelman Vaassen die zijn goal uitkomt. Ja, en dan wordt er buiten de 16 meter een overtreding begaan door de keeper van RKC, Etienne Vaassen. De gier kijkt, vrije schop voor ja, Almere City. En het is Salatsiwa met de vrije trap. Vaassen in de goal. Wordt het een lastige middag voor hem? Ja, want hij is geblesseerd geraakt. 4 minuten voor rust moet hij naar de kant. En Jordi Dekkers is dan zijn vervanger. Etienne Vaassen probeerde het nog wel. Dekkers in de ploeg gekomen. Aflopend contract wordt niet verlengd. Dat is inmiddels bekendgemaakt door RKC en hij staat in het doel. En dan is het bijna rust. Als er nog één keer wordt uitverdedigd door RKC is het weer Almere City dat de bal oppikt met de aanvoerder Overtoom. Het schot van Overtoom en de blunder van Jordi Dekkers zeg. En zo staat Almere op een 2-0 voorsprong. Vorig seizoen was het Kramer die in de fout ging. En dan is het tijd voor Mink Peters om in te vallen. De huurling van Real Madrid. Bij VVV is hij gaan spelen, kwam hij niet aan spelen toe. En nu dus bij Almere City. Hij maakt zijn debuut. RKC gaat op jacht naar doelpuntjes. En die komen er dan wel bijna. Want het is in eerste instantie Seys met de goede actie. En daarna is het Van Zundert, de lange aanvaller. Die is ingevallen bij RKC met de kopkans. Inmiddels is de tweede helft alweer aardig op streek. Als daar Hoefdraad is, de maker van de 1-0. Dit is een uitstekende paas in de richting van Salasila. En dan is daar de derde treffer, nota bene. Voor Almere City. Hoefdraad de assist. Salasila scoort. Na 65 minuten is het 0-3. Zo spectaculair als de eerste ontmoeting van dit seizoen gaat het niet worden. Ja, goed gedaan. En ja, die keeper Jordi Dekkers staat erbij en kijkt ernaar. De bal gaat in de verre hoek. Weer RKC. Dat het niet opgeeft met Mesgrani die in de ploeg is gekomen. De Belg en daar het schotje. Ja, weer van Seys, de Belg. Maar daar heeft Kramer geen enkel probleem mee. RKC is de minst scorende ploeg van de Jupiler League. En dat komt in deze wedstrijd ook maar weer eens tot uitdrukking tegen Almere. En Almere blijft het proberen. In de 84e minuut is daar Owusu met de treffer. Ook hij scoort, pakt een doelpuntje mee. En zo is de eindstand RKC tegen Almere 0-4. Overtoom is de aangever. Owusu, hij bepaalt de eindstand op 0-4. Wel, dames en heren, zo wint Almere City FC deze wedstrijd met 4-0.